We hebben de stolpenbijbel meegenomen. Waarom? Piet Boon is ooit een keer verliefd geworden op een stolp, heb ik gehoord. Ja, dat is 100%. En dit is echt, dit is de Bijbel. Ja. Het is een fantastisch boek. En ja, ik ben verliefd geworden op stolpen, want ik deed in 1981 of 82... Heb dat ik geboren ben, 81. Zo'n jong gast, ja, dat is wel heel ongelooflijk. Ja. Dan kun je nagaan hoe oud ik ben. Ja. En toen mochten we die boerderij verbouwen van mijn vriend. En dat was echt een hoog woud. Echt prachtige stolp, met een heel mooi vierkant erin. Maar het was nog wel echt boerderij. Mm-hmm. En die hebben we toen helemaal verbouwd. En toen ben ik echt verliefd geworden op boerderijen. En toen ben ik zelf een stolp gaan bouwen, ook in echt vierkant erin. En toen heb ik eigenlijk de maat aangehouden van die boerderij in hoog woud. Waarom die maat? Nou, het vierkant staat precies goed uit elkaar. Maar die maat, dat klopte allemaal zo mooi. Daar kan je ook heel goed mee indelen in je functies maken. Want dat is natuurlijk toch in een stolp. Hoe ga je indelen? Die kappen zijn natuurlijk heel schuin. En we hadden het wel het geluk. Het dak bij die boerderij was helemaal niet doks. We hebben natuurlijk wel helemaal geïsoleerd en gerenoveerd. En alles, eigenlijk zit er gewoon een doos in een oude boerderij. Maar het is wel te zeggen, een pronkstuk. Wat is volgens u de kunst om een boerderij goed te verbouwen? Wat is belangrijk? Nou ja, alles gaat om comfort. En zo'n boerderij is natuurlijk heel hoog. Dus als je natuurlijk de nok in het zicht wil houden, want je wilt het liefst zoveel mogelijk van het vierkant zien. En in hoog water is dat ook wel goed gelukt. En het moet natuurlijk niet zo'n show worden dat je van buiten een boerderij ziet en binnen dat je dan een hele andere beleving krijgt. En die stolp is natuurlijk heel hoog. En het is natuurlijk prachtig om dat te laten zien, maar je hebt natuurlijk altijd dan die koude val. Mm-hmm. En de warmte die stijgt op. Nou, daar is het super belangrijk voor om daar een goede balans in te vinden. En hoe los je dat dan? Nou, op een goede manier verwarmen en goede manier eventueel proberen te koelen. Compartimenteren. Ja. En wat ik belangrijk vind in zo'n stolp, dat als je binnenkomt, dat je ook wel voelt dat je in een stolpboerderij zit. Ja, met niet dat je ergens in een urban wijkje staat of in een verbouwd herenhuis. Nee, het is echt een stolpboerderij. Dus je moet wel die poten van de stolpboerderij moet je wel zien. Wat is de tip van jou, Piet, als het gaat om een boerderij optimaal verbouwen? Nou ja, gewoon heel goed indelen. Kijk, het hangt natuurlijk altijd heel erg van af. Waar staat hij? Waar is het licht? Waar gaat de zon onder? Ja. Waar wil je de keuken? Dus het is, je begint met indelen. En dan moet je proberen veel licht erin te maken. Want er zit natuurlijk niet zo heel veel licht. Van origine geen weinig. Nee, want het is laag. Vroeger had je natuurlijk alleen voorhuis en achter was de stal. Ja. En nu willen we natuurlijk toch altijd die stallen erbij betrekken. Ja, het is wel echt superleuk om aan een stolpboerderij te werken. Maar ook superleuk om erin te wonen. Ik denk dat ik Piet nog wel vrij makkelijk een stolp kan verkopen, luister ik hier. Nou ja, Woont u in een stolp op het moment? Nee, maar ik heb wel een stolp gebouwd. Ja. Heb ik zelf het vierkant in elkaar allemaal gezet. Dus ik ben nog steeds wel heel erg verliefd. En nu woon ik in een vrij modern huis, maar allemaal in de buurt. En voor mij is het gewoon belangrijk dat het past in de omgeving. Dat is een huisontwerp, dat past in de omgeving. En wat denk je als het gaat om de toekomst van de stolp? Heb je daar enig idee bij? Nou, over 500 jaar. Kijk, als ze zo worden verbouwd als die in Hoogwoud. Ja. Dan hebben we over 500 jaar nog steeds. Het is gewoon erfgoed. Het is eigenlijk werelderfgoed. Ja, kijk, dat zie je hier. Dit boek is al zo oud. Zoiets. Ja, dat is prachtig. Het is echt een document. Dus het zijn toch allemaal monumenten. Dus. Ik krijg weer zin om naar een stolp toe te gaan. Ik zou het doen. Kijk, hartelijk bedankt voor je tijd. Ja, hoi. Wat een waanzinnig inspirerend gesprek net met Piet Boon. In 1981, dat ik geboren ben, waren ze hier al een boerderij aan het verbouwen. Ze kwamen uit de stad en wilden vrij wonen. Er is eigenlijk niks veranderd. Functionaliteit, harmonie, perfect in balans als een boerderij als deze. Kom mee, Koen, gaan we kijken. Emigreren uit Amsterdam, het is van alle jaren. De vrije geesten zagen het al en ik snap het. Als je dit mag ervaren. 'S morgens vroeg, de ochtendzon, daar aan de voorkant van de boerderij, dwarrelt als het ware over je erf. De koetjes door de dauw. Ik snap dan ook wel dat Picasso deze piramides van Noord-Holland al opschilderde. Een waanzinnig mooi perceel, 2200 meter grond, omsloten met water, waterrijk dus, lommerrijk. Een beetje verscholen, superveel privacy. We gaan naar binnen. Je voelt het meteen. Er is harmonie. Elk stukje is hier met liefde aangeraakt. 1150 kuub. Het perfecte familiehuis. Op het licht gecentraliseerd. Hier de leefkeuken naar achter toe, waar vroeger de dasdeuren zaten. De keuken is in 2006 vernieuwd.
boeltaal. Klasse. Waar vroeger het hooi in het vierkant opgestapeld werd, is nu ruimte om te leven. Lucht, de hoogte die erin gecreëerd is, is speels. Dat kan met zo'n hybride gebouw. Er gebeurt van alles, maar het is ook eenvoudig van zichzelf. De kunst geeft een persoonlijke touch. Dat mag u zelf invullen. De boerderij is 12 bij 15 meter diep, 180 vierkante meter op de begaande grond. Super om natuurlijk te wonen en te werken. Wat ben ik toch blij dat er van die creatieve interieurontwerpers zijn die mooie dingen nalaten en daarmee het erfgoed Stollenboerderij een heel mooi plekje geven voor de toekomst. Ik ga lopen naar Highwood City. Je zou het ook Amsterdam Noord kunnen noemen.